Welkom bij speelronde 8 natuurlijk. Deze kraker Oostende dat zo verrassend won van Axel Moesgroen. Van Anthony Rocchetti die bezig was aan een goede serie. En die toch wel wordt gezien als een van de topfavorieten om de top 6 te bereiken. Maar Kevin Lenglet groeit steeds beter in de competitie. Won met zijn Oostende 2-1. En nu dan de andere zware tegenstand. Die komt van Miran Salim, Miran Kolo. Gecoacht door Jeffrey Megu. Mijn naam is Chris Wobbe en naast me zit Abdullah Wijs. Yes Chris, ik denk dat we hier weer echt een leuke wedstrijd gaan zien. De nummer 2 Club Brugge tegen de nummer 8 KV Oostende. En ik denk dat het toch wel een klein beetje een verrassing is. Niemand had verwacht dat Club Brugge tenminste, Miran Salim, op de tweede plaats zou staan aan het begin van het seizoen. Maar ja, het is eigenlijk een onbekende speler. Niemand kende hem echt. En hij laat toch echt wel zien dat hij wil die top 6 halen aan het eind van het seizoen. Ja. En voor Kevin dan, ja, hij is natuurlijk een aantal jaar gestopt met professioneel FIFA. Hij is nu weer terug en ja, meteen voor KV Oostende uitkomen, dat is wel heel goed voor hem. Achtste plaats kan misschien ietsjes beter, maar bijvoorbeeld de vorige ronde had hij wel een hele goede wedstrijd tegen Moesgroen. Ja. 2-1 gewonnen en dat is, ja, zoals je al zei, echt wel een van de favorieten in deze competitie. Ja, absoluut. En Lenglet, wie had het verwacht, hè? Toch een bescheiden Oostende. Komt dan met een speler op de proppen van 29, die al een tijdje niet gespeeld heeft. Die met name zijn eerste wedstrijd, we noemen het een beetje, ja, smalend oldschool FIFA, op de mat legde, op de digitale mat legde. En ja, werd een beetje zijn Oostende, daar houdt niemand rekening mee. Maar ja, misschien dat die overwinning op Moesgroen toch wel verder heeft gekeerd. Hij hoeft in ieder geval niet bang te zijn voor een topspeler. In dit geval kan Miran Salim een topspeler in de toekomst worden. Wie weet, als hij het goed doet met Brugge, ligt er voor hem wel een dik vet contract klaar als tweede profspeler van de Bruggenaren. Je weet het niet, maar Lenglet hoeft voor niemand bang te zijn. Staat maar één puntje op achterstand van een top 6 notering. Dus als hij een goed resultaat wel weet te boeken en opnieuw een topper weet te verslaan, dan kan dit zomaar eens heel erg leuk worden voor Oostende. Terwijl hieronder nog eventjes alle spelersnamen de revue passeren. Speelt Oostende de bal rond, maar dit is wel een hele slordige paas. Ja, inderdaad. Dat is iets wat je niet echt vaak ziet hoor, bij KV Oostende. Zo snel balverlies leiden en dan hier een mooie lage voorzet, maar goed verdedigd door KV Oostende. Dus daar kwam Kevin heel goed weg daar. Ja, zeker weten. Hij heeft nu wat ruimte. Ik denk dat de club een beetje dat midden dicht wil houden. Om Oostende een beetje naar de buitenkanten te drukken. Alhoewel hier op de as is het Sivkovic. Ja, mooie combinatie. Kan er een aanval uitkomen? Nee, want dan wil hij denk ik toch te ver naar voren toe. Lenglet iets te snel de diepte zoeken. En zo kan Brugge eruit komen. Hier 18 minuten. Een paar mooie skills van, ja. Van Miran Kolo. Mm-hmm. Zeker weten, die we ook zien groeien in het toernooi. Hij heeft natuurlijk een enorme nederlaag geleden tegen Lokeren. Twee speelrondes geleden, dat 5-1 zag ook helemaal niemand aankomen. En weer hier dom balverlies van Kevin, hoor. De bal gewoon over de lijn geschoten met zijn keeper. Ja, dit hoeft toch niet? Oh ja, hier de overtreding. Dat is er wel in. Het zag er vrij gevaarlijk uit. Het is nu dus Amrabat met de bal in zijn handen. Sofyan Amrabat overgekomen van Feyenoord. Die wachtte vrij lang met het gooien van die bal. Nu dan natuurlijk gelukt. Het mag allemaal bij de achterlijn. Ja, en dan sta je klem en is de bal weer voor Oostende dat wat rustiger staat. Dit is een aardige opening nu van Lenglet. En misschien dat de Kustboys via het centrum toch kunnen oprukken. Kijk eens naar het aantal Brugse spelers dat daar staat. Dan moet je wel naar de buitenkant toe. Dat doet Kevin dan, oftewel KVO DNS. Hij kwam in aanraking met deze mooie club uit Oostende. Dat zijn opa en oma een appartement hebben bij Oostende. En daar ging hij als kleine jongen vaak heen. En zo kwam hij in aanraking met Oostende. Nu mag hij dus het geel, rood en groen vertegenwoordigen van de Kustboys. We hebben nog niet heel veel mogelijkheden gezien. Eigenlijk die paas van Brugge is het eerste gevaarlijke moment geweest. Hè? Dat was het enige gevaarlijke moment eigenlijk geweest. Ja, dan een schot van Club Brugge, dat werd geblokt, maar we hebben nog niks eigenlijk van Oostende gezien in deze wedstrijd. Misschien een klein beetje verrassend, maar hier komt hij dan toch via de flank. Zet de bal voor en goed weggekopt door de verdediging van. Maar, dit is een penalty blijkbaar. Ruud Vormer die de overtreding heeft gemaakt. Maar die bal was toch al lang al weg? Ja, dat dacht ik dus ook. Wat gebeurt daar bij de Nederlandse captain van Club Brugge? Nee, die bal is al weg. Dat is jammer.
Dat is iets wat nieuw is dit jaar. Ongeacht of je hebt geschoten of nog niet. Dus als je al hebt geschoten, wacht, laten we eerst even kijken naar deze penalty. Ja. Goed afgemaakt door Kevin Lenglet, recht door het midden. 1-0 voor KV Sandy, terwijl ze eigenlijk nog geen enkele kans hebben gehad. Niets, want dit schot ook was van afstand en werd geblokt in mijn visie. Horvat moet natuurlijk een hoek kiezen, dat moet Mirankala ook en die schudt nog even met het hoofd. Ja, die penalty is dubieus. Ja, tegendoelpunt, wel mooi benut, vind je? Ja, klopt, maar dat is dus nieuw dit jaar. Als je al hebt geschoten en je wordt alsnog onderuit gehaald, dan kun je alsnog een vrije trap of penalty tegenkrijgen. Dat is toch heel gek. Dan krijg je en het voordeel van een vrije schotkans. Ja, inderdaad. En het voordeel van dat je eigenlijk hebt mogen schieten. Ja, in het voetbal heb je het over de triple punishment. Als je een rode kaart krijgt en een penalty tegen en iemand die eruit moet en een schorsing. Daar wilde men vanaf. Dit is een soort met dubbel voordeel wat je dus kan krijgen. En maakt het misschien ook wel weer... Ja, fijn. Wat een mooie aanname zegt daar trouwens. En legt hem lekker neer. Oeh, dan gaat het maar op tijd. Goed voor Brugge. Maar nu druk van Oostende met deze geplaatste bal. Dat is echt heel erg dichtbij dat, ja, hoor. Ja. Hij had een mooie finesse. Maar... En de keeper van Miron was ook in de andere hoek gaan staan. Dus manual keeping van Miron Kolen was daar niet echt geweldig. Maar hij heeft gelukkig dat het de bal over is gegaan. Ja, Doelmond was dus leeg. Maar dus dat dubbele voordeel, dat is misschien dan ook alweer in het voordeel van spelers die wat meer van afstand willen gaan schieten ofzo. Ja, 100%. Schoten waarvan je misschien al weet dat die niet 100% erin kunnen gaan. En je ziet al dat je tegenstander op je af is aan het rennen. Dan kun je eigenlijk gewoon schieten en de vrije trap of de penalty claimen. Ja, zo is het. Dat is eigenlijk niet helemaal hoe het hoort natuurlijk. Zo is er wel wat aan te merken op het spel. Dit gaat allemaal niet zo soepeltjes. We hebben ongeveer een half uurtje gespeeld. KVO leidt. Verrassend. Eén aanval. Nou ja, oké. Laten we zeggen twee aanvallen opgezet en een afstandsschot. En een strafschop. Dat is wat de Kustboys hebben laten zien. Maar aan de andere kant komt Mirankolo ook niet echt in de buurt van het doel. Nu dan misschien met Wesley aan de linkerflank. Dat is dan weer iets wat me is opgevallen. De kansen... Van Kevin zijn eigenlijk ook weer ontstaan door voorzetten. En je kon niet zien, hij heeft 100% passing accuracy in de 34e minuut. Ja, en hier komt Club Brugge dan. Ja, natuurlijk man, praat lekker verder. Ik luister graag naar de analyses van Abdullah Wijs, doe jij dat nou ook? Laat even een comment achter natuurlijk op Twitch, YouTube of via de kanalen van Proximus. Deze eerste editie van de Proximus e-sport league, wil ik zeggen, natuurlijk de Proximus e-pro league. En je kunt meer info vinden op proximus-esport.be. Het is mooi dat dit er is, eindelijk een platform wat bereik heeft voor een groter publiek dat misschien minder bekend is met FIFA scene. In de FIFA scene zelf wordt natuurlijk ook gesproken over dit project en uiteraard zijn er veel dingen die gewoon mooi zijn en goed zijn. En zijn er uiteraard ook nog voldoende verbeterpunten. Hetzelfde geldt voor het spel van Oostende. Dat denk ik wel de meeste kans heeft gecreëerd. Minuut 40. Ik ga niet zeggen terechte voorsprong ja of nee. Maar het feit is wel dat Miran Salim vooral de bal naar zich toe heeft zien komen. En weinig van zich af heeft kunnen schieten. Ja, klopt. Miran die komt eigenlijk gewoon niet langs de verdediging van Octavio Oostende. Naast die ene gevaarlijke lage voorzet in de... Want dat is het eerste 5 minuten, precies. Ja, denk ik het ook. Daarna is hij echt gewoon niet meer dicht bij het doel gekomen van KV Oostende. Dat is iets wat ik best wel raar vind eigenlijk, omdat hij juist zo sterk is in de aanval. Ja, maar hij komt er maar niet bij. Hij is volgens mij inderdaad één keer in het strafschopgebied geweest van KVO. Dat nu de bal even vasthoudt. Wat gaat Lenglet doen? Gaat hij voor een aanval? Kies voor balbezit. Ik denk het eerste. Nee, toch eventjes terug. We zitten inmiddels in de 45e minuut. Dit is ook weer een goede steekbal. Naar binnen toe draaien. Dit ziet er allemaal goed uit. Kaartje en dan gaat hij. Dat was een slechte pas. Ja, het was gewoon echt slecht. Het is niet subliem verdedigen of zo. 2 minuten extra tijd. Ik zag net een statistiekje voorbij komen. 63% balbezit voor KVO. Een benutte penalty en de voorsprong. En de rust. Dat is een goede eerste helft van KVO Oostende. Verdiende in een voorsprong, heel erg sterk verdedigd. Volgens mij heeft Club Brugge wel een aantal kansen gehad, maar eigenlijk waren dat geen 100% kansen. De meeste schoten werden gewoon afgeblokt door de verdediging van KV Oostende. Dus dit is wel een verdiende voorsprong. Kijk eens hoe Salim in die stoel hangt. Ja, hij weet niet wat hij moet doen. Nee, is dit echt het signaal? Ah, hij schudt ook met zijn hoofd.
Hij zit echt, ik denk dat hij hier ook, ik zou het niet gek vinden als hij gewoon even de tijd gaat nemen dadelijk tijdens de wedstrijd om gewoon even tot rust te komen en na te denken van wat hij moet doen om terug te komen in deze wedstrijd. Want op dit moment, ja, hij komt er gewoon niet langs. Hij is dan wel 4 schoten, 1 op doel. Nou, ja, die 4 schoten waren allemaal buiten het 16 meter gebied. En zoals ik al zei, heel erg gemakkelijk voor Kevin om te blokkeren. Ik kijk even naar de huidige stand en dat zegt dat als Lenglet hier weer 3 punten haalt, dat hij een enorme sprong gaat maken naar misschien wel de positie waar Club Brugge nu staat. Hij kan bijvoorbeeld 3e of 2e worden, dat zou toch wat zijn. Kevin Lenglet, we noemden hem gekscherend een beetje de FIFA-dino met zijn 29 jaar. Helemaal die wedstrijd tegen Loker, dan hadden we het over de Brontosaurus tegen de Tyrannosaurus Rex. Het was natuurlijk uiteraard een grapje, maar Lenglet komt steeds beter in de competitie, begrijpt de game steeds beter. En dat is toch wel heel erg klasse nu. De eerste aanval van Club vanaf de aftrap levert een hoekschop op. Kevin die doet me echt wel denken aan het spel van Manchester City Dito. Oh, ja? Hij is ook een van de oudere spelers in de FIFA scene. En ja, ik vind het echt gewoon mooi te zien. Gewoon balbezit, niet te veel risico's nemen, niet te veel doen. Hij doet gewoon wat hij moet doen. Hij doet precies genoeg. En dat vind ik echt wel mooi om te zien dit jaar. Ja, misschien is het ook wel heel gaaf dat je ook inderdaad het vergelijk trekt in de scene. En dat is misschien dan ook wel weer een heel sterk punt van Lenglet. Dat hij zich dus in staat is gebleken om zich dus aan te passen, om zijn spel te ontwikkelen. En inderdaad gewoon misschien dat risicoloos, nou, zo wil ik het niet noemen. Maar dat heeft hij misschien natuurlijk al een beetje van huis mee. Omdat hij natuurlijk al zo'n carrière achter zich heeft als professionele e-sport. FIFA speler natuurlijk. Ja, kijken naar Ruud Vormer. Ruud Vormer opnieuw, gele kaart. Is dat geen hensbal? Nee. Oh, blokje. Rebound, 3e keer. Op de lat. Ongelooflijk, 4e doelman. Daar heb je toch geen geluk als Mirancolo zijnde. Wow, wat was Club Brugge dichtbij zeg. Ja, ongelooflijk. Ik dacht echt dat sowieso die 2e kans zou zitten. Ja. Wauw zeg. De keeper van de KVO Stende die hem toch wel in de wedstrijd houdt hoor. Dat ja, zeker 1-0. Weten. Ja, KVO ontsnapt nu toch echt wel aan Brugge. Nog steeds inderdaad 1-0. Voorzichtig kruipen we naar de 60ste minuut. Daar heeft Kevin Lenglet even geen tijd voor om dat te bekijken. Hij staat nu onder enorme druk. Het is wel knap hoor dat Mirancolo toch die wedstrijd weer aanpakt. En is het ook een penalty? Ja. Het is een penalty. Ha. Nou. Op het randje van het strafschopgebied. Er waren een aantal hele mooie skill moves van Mirancolo daar. Wauw, misschien doet hij dat echt wel expres. Ik denk het wel. Bonus staat er dus ook nog bij. Ik denk het ook. Hij deed een mooie balrol daar en hield de heel flik. En Kevin die kon het gewoon niet bijhouden, waardoor hij gewoon tacklede. En hij ging ervan uit dat hij geen skill move meer zou doen. Maar door die heel te heel flik is het nu ook een penalty voor Club Brugge. En net erin gegaan. Kevin, hij koos de juiste hoek, maar de keeper kon er net niet bij. Ja, even het dansen, want ja, dat kan je nu toch wel maken. Want de spelers moeten natuurlijk ook de herhalingen laten lopen. Ja, goed ingeschoten hoor, maar ook, oh, het scheelt me niks. Echt heel kort bij. Penalty KVO was de 1-0 voor Richairo Zivkovic. En een andere Nederlandse speler zet hier nu dus gelijke stand op het scorebord, 1-1. Dit is wel bewust uitgelokt, slim gedaan van Miran Salim. Die baalde naar die eerste helft en niet doorkwam. Wat meer initiatief toont nu in de tweede helft. En heel slim die strafschop eigenlijk opwacht, uitlokt. Want deze scheidsrechter, ja goed, het is natuurlijk een gegenereerde scheidsrechter. Ik vind dat hij wel heel makkelijk strafschop geeft. Dat moet ik ook wel toegeven. Maar deze tweede vond ik wel 100% ja, de strafschop. Ja. Die vond ik minder dubieus dan die eerste. Absoluut. 100%. Die eerste kon je inderdaad je twijfels bij hebben. Maar ik moet ook wel zeggen, Miran die speelt wel heel erg sterk hoor, deze tweede helft. Hij houdt de bal veel meer bij zich. Hij is veel dreigender in de aanval. Nou ja, hij speelt gewoon een stuk beter dan de eerste helft. Ja, Vossen en Pereira erop dus bij Club Brugge. En ook Van Aken, Hansje Van Aken. Natuurlijk in de Pro League een uitstekende voetballer. En, 3 wissels dus met nog een half uurtje te gaan. Allemaal aanvallend. Natuurlijk wil hij zijn voorste linie verstevigen. Kan misschien nu counteren. Dan moet je hier met Pereira, die fris is, sprintduel aangaan. Houdt de bal even bij zich. Wil heel voorzichtig die aanvalsopzet gaan uitvoeren, want je hebt natuurlijk ook nog genoeg tijd, nog zo'n 25 minuutjes. Ja, hier dan 65e minuut aanval voor KVO Stende, maar hij, ja, hij houdt toch echt wel veel balbezit, hè? Hij wil niet veel te snel naar voren gaan, hij wil echt de tijd nemen, maar het lukt niet in de tweede helft voor hem.
Ik weet niet of Miron Kolen misschien iets aan zijn tactiek heeft veranderd. Hmm. Maar ja, hij onderschept eigenlijk elke pas die Kevin geeft. Oh, iemand aan volgens mij. Dan maak ik een hoekschop. Ja, zeker weten. Vormer erbij. Ja, hier, kijk maar de schoenen. Is de zone. Goal. En het is een goal. Inderdaad. 2-1 Club Brugge uit de corner. En het is wel verdiend, denk ik toch. Ja. Na die hele sterke tweede helft al van Club Brugge. 10 schoten zag ik net. Dus een 11e schot. Ja. Ja, dit is gewoon heel goed gekeerd met de sterke punten van zijn eigen spel. Met de sterke punten van de in-game actie natuurlijk. Eerst die gelijkmaker vanuit de strafschop van Ruud Vormer. Nu dezelfde Vormer, de aangever. 3 keer aanvallend gewisseld en dus gescoord in de 70ste minuut. Moet nog 20 minuten gaan. Omzettingen nu. Kijken wat er gaat gebeuren. 4-2-3-1 denk ik blijven ze staan. Ik denk dat hij al nog steeds in de 4-2-3-1 was. Ik denk dat hij nu gewoon zijn tactiek een klein beetje gaat aanpassen, wat verdedigender gaat instellen. Ja, zijn 3 aanvallende middenvelders heeft hij op terugkomen bij verdedigen gezet. Zijn links en rechts achter op achterblijven tijdens de aanval. En ook voor zijn CVM's terugkomen bij verdedigen. Dus ja, en ook zijn diepte heeft hij een stuk lager gezet, waardoor hij gaat gewoon echt deze wedstrijd proberen uit te spelen. Hij wil geen risico's meer nemen. Het is wel een compliment natuurlijk dat Miran Salim gelijk zijn tactiek zo defensief afstelt voor Lenglet. Klopt, want hij heeft nu ook bij ingesteld dat er maar 2 spelers in het 16 meter gebied, eigenlijk 2 spelers maar mee naar voren gaan. Aha. Dus alle andere spelers die zouden normaal gezien achterin moeten blijven. En 2 spelers die gaan echt mee naar het 16 meter gebied. Misschien doet hij dat ook wel, omdat hij weet natuurlijk dat Oostende in balbezit gaat komen, gaat blijven vanwege die aftrap. En dat Lenglet natuurlijk heel behoedzaam zijn aanvallen opbouwt. Waarschijnlijk is het daar op gebaseerd. Nee hoor, want hij ziet al een steekpaas had gekund. Hij weifelt, hij wacht. Lenglet loopt hem maar naar voren toe. Kijk eens, getimed shot! Geweldige kans, zeg, tegen de lat. Jeetje, Mina, Oostende, 5 reddingen trouwens en 0 van Brugge. Maar dat was, wat wil je zeggen? Dat was de eerste kans, denk ik, voor Kevin in de tweede helft. Maar wat een kans was dat, zeg. Ja, zijn hele middenveld plus zijn backs defensief ingesteld. Dan heb je toch nog dat balbezit van Oostende. En meteen dus die grote mogelijkheid voor de Kustboys. Zitten we inmiddels in het laatste kwartier. Is dit een uiterst boeiende wedstrijd? Met name nu in de tweede helft. Wat gaat Lenglet doen? Salim moet gaan afwachten. Lenglet mag de bal hebben. Maar ja, wat gaat hij ermee doen? Ja, Miron die wil echt geen risico's meer nemen. Hij zet gewoon eigenlijk bijna geen druk. Hij gebruikt gewoon zijn spits en rent rond. Rent gewoon achter de bal aan met zijn spits. Maar voor de rest, hij raakt geen enkele andere speler aan. Hij laat gewoon Kevin naar hem toe komen. En ja, nu. Hij gaat gewoon rustig de bal rondspelen. De bal proberen zo vaak mogelijk bij zich te houden, zodat die niet op de counter kan gepakt worden. En dit is wat ik dus bedoelde. Alleen maar 2 spelers in het 16 meter gebied. Iedereen die blijft daar, de rest blijft daar allemaal buiten. En maar rondspelen, en maar rondspelen, en maar rondspelen. Want we zitten inmiddels in de 83ste minuut. Nou moet ik zeggen, ik denk dat Oostende misschien setting nog moet. Oeh, dit kan een duurfoutje zijn. Want ik wil net zeggen, misschien moet Oostende zijn settings gaan wijzigen. Want ze komen er niet meer aan te pas zodra Brugge de bal heeft. Nu de Oostende in balbezit. Dit moet hem worden voor Kevin Lenglet. Nu al in het strafschopgebied gekomen. Net op tijd de deur dichtgeslagen door Club Brugge. Ja, maar om terug te komen op de tactieken van KVO Oostende. Ja. Ik denk niet dat hij die nog kan aanpassen. Ik denk niet dat Miron Kolen de bal hier nog laat uitgaan. En hier dan de 3-1. Ja, oké. Nu kan hij iets aanpassen. Nog 5 minuten tijd. Het kan natuurlijk altijd. Ik bedoel, we hebben een wedstrijd gezien van Waas van Beveren, waar die 2 keer in de 90ste minuut heeft gescoord. Dus ja, we kunnen nog niks zeggen, maar ik denk niet dat Miron Kolen dit nog gaat weggeven. Nee, wat is dit toch knap gespeeld. 1-0 achter door een discutabele penalty. Rustig gebleven, strafschop uitgelokt, toegeslagen vanuit de hoekschop en echt, nu vanuit de counter. En echt na een verschrikkelijke eerste helft heel goed teruggekomen in die tweede helft. Ja, dat is ook wel knapper dat je dus mentaal ook je niet laat leiden door je emoties. Dat we ook al bij verschillende spelers hebben gezien. Dat gebeurt gewoon, dat overkomt je soms gewoon. Kan je het niet onderbreken. Kijk naar Jason Logge toen hij tegen Gent speelde en met 6-0 afging. Deze Miron Kolen heeft het ook ervaren tegen Lokeren. Daar hij met 5-1 van verloor. Maar dit is in de wedstrijd.
waarin het zo moeizaam gaat, dat je toch zo kunt omdraaien, ja, dan meld je je toch wel weer aan de kop van het klassement. Ben je de klasbak die het ook verdient om de clubkleur van Club Brugge te dragen. Schot nog, ja, je weet het niet, 3 minuten extra tijd, moet er nu heel wel een schot gaan komen wat er niet meer komt. Wat slim gespeeld van Mirancolo. Ja, heel sterk gespeeld van Mirancolo. 92e minuut, hij gaat het niet meer weggeven. En nog deze. Een kans, net niet. Nee, hij weet het. Lenglet, oké, deze kun je gewoon verliezen. Dit is niet erg. Had misschien meer in gezeten, maar ook tactisch is Mirancolo de meerdere. Club Brugge overklast Oostende door een zeer sterke tweede bedrijf. Zeker weten, 3-1 overwinning en heel sterk inderdaad teruggekomen van Club Brugge van Miran Salim. Ja, zelfs hier de cameravrouw Hanna, die zit gewoon heel ingespannen mee te kijken naar deze show van Mirancolo. Kan allemaal hier bij de Proximus E Pro League. Club Brugge 3 punten erbij en komt nu op 17 punten. Ja, de stats hier. 12 schoten, 7 op doel, 3 goals. Ja, heel dominerend. Het enige wat KV Oostende echt heel goed deed, is wat balbezit houden. Maar dat is ook wel een stuk minder dan wat hij in de eerste helft had. Dus het is gewoon goed gedaan van Club Brugge. Goed teruggekomen. En ik wil wel graag weten wat de spelers te zeggen hebben. Hij heeft gescoord uit een penalty, dat eigenlijk helemaal geen penalty had moeten zijn. Dan had ik een beetje moeite om kansen te creëren, maar uiteindelijk zelf ook een penalty gekregen. Wel terecht. En dan een goed in de match teruggekomen, ja. Jij scoort dan inderdaad ook op een penalty, daarna op een corner. Twee keer in stilstaande fase. Die corners, is dat iets dat je dan ja, dat je echt goed instudeert? Of is dat gewoon de bal voor het doel zwieren en hopen dat je je hoofd er kan tegenzetten? Dat was mijn tweede corner. Die zijn ingestudeerd, ja. Dat was mijn tweede corner. Ik had gezien dat hij bij de eerste corner zijn keeper niet verschoven had. Dus daarom gaf ik hem lang. Als hij zijn keeper verschuift, dan geef ik hem kort. Maar dat deed hij niet, dus lang. En die ging erin. Ja. Inderdaad. Heb je op een bepaald moment het idee gehad dat hij toch nog terug in de wedstrijd kon komen? Ja. Tot aan de 2-1 blijft het altijd nipt. Als het nipt staat, natuurlijk kan hij er altijd in komen. Hij heeft ook een keer de klat geschoten. Als hij die beter had getimed, dan zat erin. Na de 3-1 was het oké. Je m'attendais à un match difficile. Qui en soi, je n'ai pas trouvé si difficile que ça. Je trouvais que c'était un match assez fermé. En fait, il a eu une grosse occasion, mais pour le reste, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça joue sur des pénaltys, un corner. Et puis le troisième but où voilà, j'avais donné le tout pour le tout vers l'avant. Donc c'était où je me prenais un troisième, où j'égalisais. Malheureusement, je prends un troisième. Tu ouvres la marque sur pénalty et là, tu tiens bien derrière. On sent l'expérience qui parle. Et puis, tu concèdes toi-même un pénalty. Puis la face sur corner... C'est fortuit. Bah oui, donc j'ouvre le score sur penalty. J'avais un sentiment mitigé à ce moment-là parce que pour moi, il n'y a pas réellement penalty. Donc quand tu joues contre quelqu'un que tu connais, c'est toujours embêtant de mener au score comme ça. Donc j'avais un petit sentiment mitigé. Après, il a eu son penalty aussi, comme ça, c'était de nouveau équilibré. Après le corner, j'étais un peu déçu parce que je sais qu'il va la mettre là. Je mets mon plus grand joueur au premier poteau. Malheureusement, il perd le duel de la tête contre un joueur qui doit faire peut-être 1m70, je pense. Mais voilà, ça, c'est le jeu, encore une fois.